De BVL en als ondervoorzitterschap van Wilgo Verlies, die hebben vandaag een ontmoeting gehad met onderwijsminister Robert Penu. Nou, de pers die heeft de vakbondsman hier opgewacht die met zijn delegatie het gesprek voerde met onderwijsminister Penu. En het is toch wel een heel lang gesprek geweest. Ze zijn begonnen rond 11 uur en rond over 1 zijn ze toen naar buiten gestapt, waarbij Verlies kort het woord heeft gevoerd of kort de pers te woord heeft gestaan. Meer vanwege het feit dat hij eerst de zaken, welke besproken zijn geworden met de minister, wil doorspelen aan zijn leden. Voor woensdag is er een protestvergadering van de ALS BVL in Matagouri. We voeren u naar ALS BVL voorzitter Wilgo Verlies. Ja. Een vruchtbaar gesprek tussen u en de minister. We hebben een gesprek gehad met de minister. De gezichtspunten van ons van de beide organisaties die zijn aan de orde gekomen. Wij gaan woensdag de leden informeren over de inhoud van dit gesprek. Dus op dit moment kan ik daar niet veel over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, dat er dus wel een vervolggesprek komt, maar er is nog geen oplossing. Maar waarom kunt u misschien summeer aangeven waarover het ontslaan van de verplichting om nu dieper op de zaken in te gaan, omdat we eerst onze leden moeten informeren over de ontstaande situatie. En dat zullen we aanstaande woensdag doen. Dus dat geduld wil ik van u vragen. Ik weet dat u het liefst zoveel als mogelijk informatie wil. Maar wij hebben wel een verplichting naar onze leden om hun te informeren over de zienswijze van de minister. In elk geval hebben we een deel van de knelpunten zijn aan de orde geweest. En wij zullen dus de inzichten van de minister aan onze leden voorhouden. Welke dus knelpunten? 2 oktober? Ik kan daarover geen uitspraken doen. Ik denk wel dat we woensdag ons daarover zullen uitspreken. Heer Verlies, welke knelpunten? Nou, de knelpunten zijn bekend. Hè? De manier waarop is omgesprongen met de werkers. De behandeling die de werkers hebben gehad de afgelopen periode. En dat fenomeen van mutaties is ook aan de orde gesteld. De vakbonden, de bestuursleden die gerend hebben. Nou, er zijn zoveel zaken die aan de orde zijn gekomen over het onderwijs inhoudelijke. Daar valt er nog een heleboel over te zeggen. U weet wat onze zienswijze is. We moeten de weinige middelen die wij hebben moeten op een goede manier besteden. En je kan niet zomaar onderwijs van de een op de andere dag afbouwen. Je kan geen mensen muteren op grond van acties. Ontslaan, dat is voor ons een punt waarover we zeer duidelijk zijn. Toen je de mensen nodig had, je bent beginnend maar voor een kojepi. En wanneer je een idee hebt dat u nog meer, dat u genoeg leerkrachten hebt, dan gaat u ze als een stuk vuil aan de kant zetten. Dus dat zijn dingen die daarover valt eigenlijk niet te praten. Dat is voor ons onacceptabel. Maar de uitnodiging van vandaag, is dat op basis van de protestvergadering van woensdag? Nou, de minister heeft aangegeven dat het een brief, dus als reactie op een brief die wij 15 september hebben gestuurd. Okay. Waarin we al die zaken naar voren hebben gebracht. En het overtreden van de conventies, zoals we dat in onze brief hebben aangegeven. Dat was dus de aanleiding om ons, op te roepen voor een onderhoud. Heeft hij vandaag de BVL en de ALS ontvangen of alleen de BVL? BVL en ALS. We zijn als BVL en ALS gekomen. Abu, ik wil het hierbij laten. Ik weet dat u een heleboel vragen hebt, maar u moet me die ruimte geven tot woensdag. Meneer Verlies, maar de minister praat over kwaliteitsverbetering en daardoor zijn de mensen met ontslag gestuurd. Deelt u de mening dat dit ook een vorm is van kwaliteitsverbetering in ons onderwijs? Nou, u dwingt mij om daarop in te gaan, maar ik wil daar nog niet in gaan. Dus daarom zeg ik, ik doe een beroep op u.
Wij zijn mensen van transparantie. We willen alle informatie aan die gemeenschap voorhouden. Maar we hebben ook een verplichting om eerst met onze leden daarover in overleg te gaan. Waardoor we zeggen dat u een goed beeld krijgt over wat ons te wachten staat. Verder, wie was er nog meer van het ministerie of van de regering? Was het alleen de minister? Of waren er ook andere mensen vertegenwoordigd vanuit de president? De presidentiële commissie was wel aanwezig. Tenminste, de voorzitter van de presidentiële commissie, dat is de heer Manel. En de overige mensen waren zeg maar beleidsadviseurs, hoofden van de verschillende bureaus. Welke presidentiële commissie heeft u? Herwaarderingsbesluit, ja. Die zich buigen over het herwaarderen. Heer Faris, u zei er komt een vervolggesprek. Een vervolggesprek met de minister? Ja, er is dus nog. Voor wanneer? Nou, dat weet ik niet exact, maar wij zullen dus na donderdag, als ik het goed heb, zullen we te horen krijgen wanneer dat gesprek zal plaatsvinden. Maar u heeft de bijeenkomst wel met een tevreden gevoel verlaten? Ik ga me daarover niet uitspreken. Je moet even rustig wachten tot woensdag. Okay. Woensdag, hoe laat, waar is de... Woensdag hebben we een protestvergadering om 9:30 in Matagouri. En wij hebben dus alle leerkrachten opgeroepen. Om daar naartoe te gaan, omdat we van oordeel zijn dat het niet goed gaat in ons onderwijs. En dat leerkrachten op een onheuse manier worden behandeld. En dat er vaak sprake is van rancune. En dat geldt niet alleen maar voor het ministerie van Onderwijs, maar ook voor de bijzondere diensten. Onder andere EBG en het bijzonder EBG en de RK, het RKBO. Wij gaan ons echt richten op alle werkgevers die hun personeel niet op een juiste manier bejegen. Het moet een keertje ophouden, dat van rancune. En wij hopen in elk geval voordat de school begint dat er een oplossing komt. Omdat we van oordeel zijn dat we te veel als leerkrachten hebben moeten ondergaan. En daar moet nu echt een eind aan komen. Onderwijsminister Robert Peneu die heeft er vandaag een ontmoeting gehad met de vakorganisaties, de VOLS en daarna als BVL. De pers die had daarna een vraaggesprek met de minister, waarbij de minister kort is ingegaan op de zaken welke vandaag besproken zijn met de vakorganisaties. Voor wat de VOLS aangaat, zijn er geen knelpunten al zodanig, zegt de minister, welke besproken moesten worden. Maar voor wat de ALS BVL aangaat, zijn er wel wat knelpunten daar. Nou, het is de bedoeling dat er een eerste gesprek is geweest. En na de persconferentie van de minister morgen en de protestvergadering van de ALS BVL zullen de minister en de ALS BVL wederom bij elkaar komen. Wanneer dat wordt, moet nog duidelijk worden. We voeren u naar onderwijsminister Robert Peneu. Van mijn verantwoordelijkheid als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met twee vakbondsorganisaties gesproken. Om 9:00 heb ik ontvangen de heer Nerkus met zijn bestuursleden. En om 11:00 heb ik ontvangen de heer Wilgo Valies als voorzitter van de Bond van Leraren. En voorzitter van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Het gesprek is in een goede sfeer afgelopen. De aantal zaken die ik heb gepresenteerd aan de VOLS en de BVL zijn er wat andere inzichten gegeven. Het is taak voor mij als minister om even met de presidentiële commissie verder het een en ander af te stemmen, zodat er hier en daar wat modificaties worden aangebracht. Inhoudelijk, wat heeft plaatsgevonden bij het gesprek, zal ik morgen in een persconferentie om 11:00 breedvoerig uitleggen. Ik wil even afstemmen met de totale presidentiële commissie, alvorens ik morgen de samenleving ga inlichten over een aantal maatregelen die te maken hebben met de verdere implementatie van besluiten binnen het herwaarderingsprogramma. De samenleving moet weten dat het herwaarderingsprogramma niet alleen een looncomponent inhoudt, maar het heeft ook te maken met organisatorische aspecten binnen de school, inrichting van de school,
hoe uiteindelijk kwalitatief goed onderwijs gegarandeerd kan worden. Grootte van scholen, klassengrootten en ook alle andere zaken die te maken hebben met overuren en fictieve uren op scholen. Dus morgen zal ik breedvoerig ingaan op de aspecten en ik ga me vandaag voorbereiden om morgen in een persconferentie de samenleving uit te leggen op alle aspecten wat de praktijksituatie geeft en wat de nieuwe inzichten zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En waarom heeft u de twee banden apart van, of de twee vakorganisaties apart van? Omdat de aspecten die met de VALS te maken hebben verschillen met de aspecten die met de BVL en de ALS te maken hebben. Wanneer we praten met VALS, dan vertegenwoordigt de VALS de basisscholen en de VOJ-onderwijs. Als we met de BVL en de ALS praten, dan vertegenwoordigen zij de basis tot en met het VOS-onderwijs. Dus daarom was het van mij een taak om ze even apart te ontvangen. Maar zijn er ook vele knelpunten bij de VALS, minister? De VALS heeft niet als zodanig knelpunten aangehaald. De BVL heeft wat kleine knelpunten aangehaald. Maar uiteindelijk is het de taak van het ministerie om de knelpunten te bekijken en daarin oplossing te brengen. We zien dat er heel veel kritiek is, minister, ten aanzien van dat van de onbevoegde leerkrachten. Gaat u dat ook morgen? Of? We gaan dat ook morgen aanhalen. Het ministerie streeft naar het plaatsen van volledig bevoegd kader op de scholen. Er is wat verschil in inzicht aan nuances, omdat het ook te maken heeft met opleidingen op het IOL die zorg moeten dragen dat mensen kunnen afronden. Er zijn wat kleine kwesties aangehaald van rancune op het Instituut voor de Opleiding van Leraren, maar die kwesties gaan we dan ook bekijken. Minister, zou dat niet eerst bekeken moeten worden alvorens jullie mensen met ontslag sturen? Nee, we hebben 3 jaren terug een brief gestuurd naar alle instituten waarin we hebben aangegeven dat wij willen werken naar volledig bevoegd kader. Het termijn is verstreken en uiteindelijk moet je het woord bij de daad toevoegen dat uiteindelijk leerkrachten die een bepaalde bevoegdheid helemaal niet bezitten uiteindelijk uit het systeem worden gehaald. Hoe groot is de groep die 2 oktober zal aanvangen die onbevoegd is op dit moment? We hebben dus, dat is wat ik u zeg, we hebben dus dat geen onbevoegd kader meer. Met deze maatregel betekent dat we streven naar volledig bevoegd kader op de scholen. U bedoelt scholen in Paramaribo of is het een landelijk? Het is een landelijk ding. Het maakt nou niet uit als het de bijzondere scholen betreft of de openbare scholen. De kwalificatievereisten voor benoeming van een onderwijsgevende voor een klas zijn bepaalde kwalificatievereisten. Als je op de basisschool les geeft, moet je minimaal, kan je in 3 gradaties hebben. Je kan hebben een onderwijzeresse A, je kan een hoofdkleuterlezer hebben, je kan een onderwijzeresse-akte hebben, je kan een hoofdakte hebben of je kan hebben de nieuwe leerkracht onderbouw of de nieuwe leerkracht bovenbouw. Geef je les op een VOJ-school, dan heb je, ben je in bezit van minimaal een LO-akte en een MOA-akte. Geef je les op een vast niveau, ben je binnen het bezit van minimaal een MOA-akte of een MOB-akte en dat zijn de graden die wij volgen. Minister, het is bekend dat in het binnenland er veelal gewerkt werd met personen die een boslandakte van 9 maanden achter de rug hebben. Hoe staat het met die leerkrachten? Nou, die leerkrachten worden nog steeds gehandhaafd in het systeem. Er moet alleen vanuit het ministerie bekeken worden hoe die leerkrachten zich kunnen upgraden. U weet dat wij zijn afgestapt van de oude kweekschool van avondopleiding onderwijzerakte en avondopleiding hoofdakte naar de nieuwe leerkracht. Het is de bedoeling dat deze leerkrachten voor deze leerkrachten een traject wordt uitgestippeld hoe zij zichzelf kunnen upgraden. En dat is wat het ministerie nu bekijkt. Minister, de nieuwe leerkracht houdt op te bestaan? Nee, dat heb ik ook niet gezegd. De nieuwe leerkracht is een nieuw pedagogisch instituut die door gaat blijven draaien. Alleen zal bij de nieuwe leerkracht wat evaluaties komen qua hun curriculum en de opleiding en dat zijn we nu aan het versterken. En dat ten aanzien van IMIO, want dat werd ook gezegd bij de recente vergadering van de ALS en BVL. Wat van IMIO? Vernieuwing van IMIO, dat ook niet meer doorgaat. Nee, jullie moeten goed luisteren. Het IMIO is al in een nieuwe vorm geplaatst.
De oude IMIO is omgetoverd in de nieuwe IMIO en de nieuwe IMIO heeft een doorstromingsreglement waarin we onverkort doorgaan. Wat er nu speelt op het IMIO, dat we nu bezig zijn te evalueren, bepaalde knelpunten binnen IMIO om daarin verbetering te brengen. Een van de knelpunten is het stagebureau. Uiteindelijk moeten de stages optimaler worden. Je moet nagaan, als je zoveel studenten hebt, moet iedereen in aanmerking komen voor een stageplaats. En dat zijn we nu aan het evalueren. Wanneer een nieuwe opleiding in de samenleving is opgezet, heeft elke opleiding knelpunten. En die knelpunten moeten we gaandeweg gaan oplossen. Is net als wanneer je een baby hebt, begint te lopen, begint koorts te krijgen. En je gaat die baby bijstellen en gezond maken. Er hebben geen inschrijvingen plaatsgehad, nieuwe inschrijvingen. Op bepaalde pedagogische instituten? Nee, dat is ook niet waar. Voor de aanmelding op de pedagogische instituten waren er maar 20 leerlingen. 9 leerlingen hebben aangemeld voor het SPI. En 9 leerlingen voor het ACI en 11 leerlingen voor het CPI. En ik ben van oordeel, je kan geen klasse draaien met een minimum van 9 en 11 leerlingen. We hebben beide gebracht tot 1 klas. En die klas is op SPI begonnen. Het is de taak van het ministerie. Zorg voor te dragen dat leerkrachten optimaal worden ingezet. En dat de volle bezetting van klassen intact worden gehouden. U sprak daar net over dat van MOB. Gaat het ministerie het tekort van gekwalificeerde docenten die MOB-leerlingen of studenten moeten opleiden voor MOB? Want er is vaak genoeg dat er geen gekwalificeerde docenten zijn voor MOB-opleidingen. We zijn al jaren bezig, al vanaf de tijd toen ik directeur was van onderwijs, om zodanig opleidingen op het IOL in te stellen om de tekorten op te vangen. We weten dat de Surinaamse samenleving een groot tekort had aan natuurkundeleraren. We hebben pas vorig jaar hebben we LO natuurkundeleraren opgeleid. We weten dat het onderwijs een tekort had aan kantoor- en verkooppraktijkdocenten. We hebben pas 70 docenten opgeleid. We weten dat onderwijs een tekort had aan ICT-docenten. We hebben pas 78 docenten opgeleid. Wij werken aan de tekorten in Suriname en wij proberen de tekorten op te vangen. Nu is de vraag zeer groot in Suriname voor een Engels opleiding MOB en ik geef de samenleving de garantie dat in januari 2018 de opleiding MOB Engels van start zal gaan en dat ook de MOA opleiding Engels die uiteindelijk mensen moeten afronden, dat ook daaraan invulling wordt gegeven. Er wordt gewerkt. Minister Van Eyck, de mensen die zijn ontslagen, wat zal er gebeuren 2 oktober met ze? Denkt u aan de hand van de gesprekken die zijn gevoerd dat ze zullen beginnen of misschien op een lager niveau of is het basta zijn met ontslag? U gaat daarover morgen horen. Wat zijn de volgende vragen? Minister, we begrijpen van de heer Valies dat jullie donderdag weer bij elkaar komen. Nee, ik heb meneer Valies gezegd dat hij na donderdag van me gaat horen wanneer we bijeenkomen. Omdat ik op dit moment een aantal voorbereidende zaken nodig heb, zodat 2 oktober de scholen vlot starten. Dus de scholen. In mijn optiek ben ik kapitein op schip en de scholen zijn 2 oktober open. En nog een laatste vraag. Minister, hoe groot was de groep onbevoegde leerkrachten? Hoeveel leerkrachten waren niet gekwalificeerd? We praten misschien om een groep van 30, 40 mensen in het totaalsysteem landelijk. Maar natuurlijk zijn er wel wat inzichten gegeven door de heer Valies, de Bond van Leraren. En ik wil die inzichten zeker bekijken. Je hebt geen problemen gehad met het ministerie van Arbeid? Ik heb geen probleem met niemand van mij, ongeacht ministerie van Arbeid of TCT. Ik ben goed bevriend met alle ministers. Nee, hij bedoelt met die ontslagen, want die de mensen opstaande goed ontslagen om het zo te zien. Nee, omdat iedereen wordt aangesteld op een arbeidsovereenkomst. Dispensatie houdt in dat je de opleiding nog niet hebt afgerond, waardoor je dispensatie wordt verleend tot het lesgeven. Het moment dat de bevoegdheid wordt behaald, komt de dispensatie te vervallen. Dat betekent het woord dispensatie. En hebben de mensen eerder een schrijven ontvangen?
drie jaren terug hebben ze een schrijven ontvangen waarin duidelijke taal staat. Maar we begrijpen ook dat er een strakker dispensatiebeleid nu komt, minister. Wie? En er komt nu een strakker dispensatie? Nee, nee meneer. Voor studenten? U stelt uw vraag verkeerd. Er komt een beleid waarbij wij streven naar volledig bevoegd kader voor de scholen. De tijd van pitchy pitchy play is voorbij. U moet studeren. Het is zeer oneerlijk naar de samenleving toe wanneer we bevoegd kader hebben die niet kan werken terwijl onbevoegd kader zich op de scholen zijn. Dus de mensen die ontslagen zijn, u heeft voldoende mensen om in te zetten op die opengevallen plekken? Onderwijs heeft bogo bogo kader. Maar bevoegd? Bogo bogo. Super bevoegd. Vakleerkrachten. Vakleerkrachten. Op VOS niveau. We kunnen alle niveaus invullen. De NV Energie bedrijven Suriname zal met gelden vanuit de Caribbean Development Bank het CDB project uitvoeren. Nou, de launch van dit project die heeft er vandaag plaats gehad. Wat zal NVEBS precies doen? Welke zijn de projecten die er allemaal uitgevoerd zullen worden? Daarover spraken we met Jerry Assea, projectcoördinator van het CDB-project. Jerry Assea, projectcoördinator van het CDB-project. Vandaag een meeting vanuit NVEBS. Waarover gaat deze meeting? Deze meeting is meer een project launchworkshop. Dat wil zeggen, CDB gaat dus ons uitleggen wat de processen zijn voor die wij moeten bewandelen om te komen tot een succesvol project. Heer Assea, wat is CDB? CDB staat voor de Caribische Ontwikkelingsbank. De Surinaamse overheid heeft een lening gesloten met de Caribische Ontwikkelingsbank ten behoeve van de EBS. Dus EBS zal dan de uitvoerder zijn van het project. En welke projecten zal er uitgevoerd worden? Binnen dit project worden een aantal projecten uitgevoerd. We hebben de uitbreiding van de IPAR West. Verder hebben we de uitbreiding van Nikeri. Verder hebben we 2 solarprojecten in Nikeri en eentje in Koroni. En we zullen ook 2 studies uitvoeren. En waartoe moeten deze zaken die gedaan zullen worden, waarvoor is dat? Dit project moet ervoor zorgen dat we in feite allemaal betere elektriciteitsvoorziening zullen hebben. Dus problemen die wij hebben met elektriciteit zullen geminimaliseerd worden. Verder zullen we meer mensen kunnen aansluiten. En we zullen ook een studie doen om te zien hoe wij ons netwerk effectief moeten uitbreiden. En waar zullen de projecten uitgevoerd worden? De projecten worden namelijk uitgevoerd in Paramaribo. We hebben een gedeelte in Saramaka. En in Nikeri en Koroni. En wat komen er precies? In Nikeri zijn het onderstation en solarparken. In Koroni zijn het solarparken. In Paramaribo zijn het meer onderstation en transmissielijnen. En voor hoeveel is dit project begroot? De lening die wij gehad hebben van CDB is een lening van 65 miljoen. Met een eigen bijdrage van 32 miljoen vanuit de EBS en de overheid. En zal dit project geheel uitgevoerd worden door de NVEBS alleen? Wel, ja, de administratie van dit project zit bij de NVEBS. Maar dat wil niet zeggen dat wij alleen dit project zullen uitvoeren. Vele van de binnenprojecten zijn allemaal wat wij noemen EPC, Engineering Procurement Contracting. Dus dat wordt allemaal volledig uitbesteed. Oké, maar heeft EBS de deskundigheid in huis voor wat deze projecten aangaan? Natuurlijk, EBS heeft de volledige deskundigheid in huis om dit project in feite succesvol te kunnen realiseren. Zijn jullie reeds gestart met een van de projecten? We zijn gestart met een aantal administratieve handelingen van de projecten. We bereiden documenten voor die je allemaal nodig hebt. Maar met de officiële constructie zijn we nog niet gestart. We hopen de constructie ergens in 2018 daarmee te starten. Wie doet de constructie? Wel, dat zijn afhankelijk van de inschrijvingen. De mensen die gewonnen hebben, zij gaan de constructie doen. Oké. Okay. Laten we bijvoorbeeld praten over het project van AZP. Omgeving AZP. Wat kunt u ons bijvoorbeeld over dat project vertellen? In de buurt van AZ hebben we gemerkt dat je dus wat klachten hebt. Je hebt spanningsproblemen en we kunnen niet allemaal voorzien in de behoeften. En dus in dat gebied gaan we dus een nieuw onderstation neerzetten. En de projecten van Nikeri? Binnen Nikeri zijn het allemaal 2 onderstations die gebouwd worden. Onderstation Te Clara en een onderstation Te Pampetterpolder. Verder zullen deze onderstation met elkaar verbonden worden middels een transmissieverbinding. Na afronding van deze projecten, wat zal dat betekenen voor Suriname? Ja,
Het zal betekenen dat in feite energie beschikbaar zal zijn voor meerdere mensen. En zoals we weten, energie is heel belangrijk voor de economische ontwikkeling van het land. Dus dat zal allemaal gaan bijdragen aan een betere economische ontwikkeling van Suriname. Ja, u bent dus in feite de projectcoördinator. Kunt u ons even over uw rol vertellen? Mijn rol binnen dit project is om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt binnen het project. Want ik doe het niet alleen, we hebben een team van deskundige mensen die allemaal helpen mee. Maar mijn verantwoordelijkheid ligt meer met de communicatie met CDB, de communicatie met de directie. En om ervoor te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. En u zei, mogelijk starten jullie in 2018. Wat is de periode welke is uitgetrokken voor dit project? Dit project loopt van 2016 officieel tot 2021. En waar beginnen jullie? Als eerste zullen we beginnen met de studies die wij moeten uitvoeren. Die hopen we in 2018 te starten. Daarna zijn er de solarparken die wij gaan opzetten. En zo lopen we door verder. Een vrachtwagen heeft Rajinder Kumar Durga zaterdagochtend vroeg aangereden op de Oost-West-verbinding. Bij aankomst van de politie lag de 51-jarige voetganger levenloos op het wegdek. Durga is de 59ste verkeersdode voor dit jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de vrachtwagenbestuurder reed over de Oost-West-verbindingweg vanuit Paramaribo richting Mungo. Ter hoogte van kilometer 47 heeft de bestuurder Durga, die op de weg liep richting Paramaribo, aangereden. Het slachtoffer was vrijwel op slag dood. De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangend het onderzoek ingevorderd. Het lijk van deze 51-jarige man is voor sectie in beslag genomen. Bianca en haar broer die zitten overhoop met elkaar. Bianca die heeft een ruil gepleegd met haar vader voor wat een stuk land betreft. Haar perceel die zij had, heeft zij nu gegeven waar thans haar moeder en zus wonen. En in ruil daarvoor heeft ze een ander stuk land toegewezen gekregen. Daar heeft ze haar huis gebouwd en heeft toen haar huis klaar stond, de mondelinge afspraak gehad met haar broer dat hij daar voor een jaar mocht blijven wonen. Nou, dit is allemaal uitgegroeid nu tot een familiedrama waarin over en weer beschuldigingen worden geuit, waar er ook kort geding zaak aanhangig is gemaakt en waar een ieder met de haren erbij wordt gesleept. Bianca doet haar verhaal aan TBN Prime Alert. In het kader van Hoor Wederhoor belden wij ook met de broer. Driemaal toe hebben wij gedaan, maar wij kregen geen reactie. We voeren nu alvast naar het verhaal van Bianca over het geschil die ze thans met haar broer heeft. Mevrouw Bianca, u bent al enige tijd verwikkeld in een rechtszaak met uw broer over een huis welke u hier heeft op Tamansari in het district Kommerwijnen. Laten we bij het begin beginnen. Het is uw huis. U heeft dat gebouwd? Ja, het is mijn huis. Het is mijn perceel. En ik ben op zaterdag 19 augustus 2017 geconfronteerd geraakt met een conservatoorbeslag. En ik vraag me af hoe dit mogelijk is. Waarom bent u verrast? Omdat we zien dat 2014 bezig zijn met de rechtszaak. In principe sinds 2013 zijn we al bezig met de politie, maar in 2014 pas mocht ik een rechtszaak tegen mijn broer aanspannen, omdat ik eerder geen beschikking had. Maar toen ik de beschikking al eenmaal had, mocht ik een rechtszaak aanspannen. Dus dat vraag ik me af. Je moet echt met relevante stukken komen om een rechtszaak aan te spannen. En de tegenpartij, onder andere mijn eigen broer, heeft geen enkele relevante stukken tot nu toe. En ik vraag me af
hoe het komt dat je een conservatoorbeslaglegging mag aanvragen op deze manier. Omdat ik vind van, kijk, om een conservatoorbeslag beslag te leggen, als je dat moet doen, moet je heel wat stukken, originele stukken en stukken waar je harde bewijzen hebt dat het van jou is. Hij komt met stukken zoals een agendastuk. Kunt u voor de kijkers lezen wat daarop staat? Hier staat, ik ga wel geen namen roepen, nee. Er zijn afspraken. Bianca heeft geen bezwaar dat het verzoek aanvraagt ten aanzien van het perceelhuis aan het Oost-West-verbinding wordt afgerond door Jerry. Dat zou op 12 januari, volgens dit hoor, moeten geschieden. En eind juni pas zou er betaling plaatsvinden van het bedrag €100.000. En die €25.000 zouden na de betaling zijn in 5 jaren. En als u goed kijkt, als u goed naar de handtekening, als u dichterbij komt van het beeld, dan gaat u zelf zien, iets klopt niet met die handtekening. Als u naar die data's kijkt, dan ziet u zelf dat die data's op dezelfde manier door één en alzelfde persoon getekend is. Toch? De data. Hier klopt er helemaal, het is niet bij de data's. Dus toen ik dit in 2014 of 2015, wie hou me ten goede, voor het eerst van mijn deurwaarder kreeg, van, ja, ik noem nog steeds geen namen, van de deurwaarder kreeg, schrok ik van, hoe kan men zoiets gebruiken? En de handtekeningen. Het is absoluut niet mijn handtekening. U heeft, mevrouw Bianca, dus geen afspraken lopen met uw broer? Nee, ik heb alleen één afspraak in ongeveer eind 2010 met hem en dat was een huurafspraak. En mijn afspraak was met hem alleen dat hij voor een jaar ter uitbreiding van zijn woning mijn huis mocht lenen tegen betaling. Toch? Maar hij heeft zich nooit aan zijn afspraken gehouden. Hij is wel in dat huis komen wonen? In 2010, ergens in 2010 is hij in mijn woning komen blijven, ja. In 2011 was meneertje, zoals ik nu pas in 2014 zag, was hij al bezig met mijn perceel aan te vragen. Eerst een deel en later het geheel. Dus ik vraag me af, zoals hij verklaart dat ik, hij zat me nu onder druk om mijn huis en perceel voor hem te verkopen. Dan, want hij beweert dat hij investeringen daar heeft gepleegd dat op de 700.000 loopt. En vandaar de beslaglegging. Maar als u een beeld neemt, een kijkje neemt op het beeld, dan gaat u zelf zien dat mijn huis geheel, wat vorm betreft, hetzelfde is gebleven. Alleen misschien is het heeft het een ander tintje gehad. En voor de rest zie je alleen maar dat hij mijn achterste perceel als opslagplaats heeft gebruikt. Maar voor de rest zie ik geen enkele veranderingen. Hij heeft me in tegendeel achtergehouden door geen huurpenning te betalen. Kijk, ik heb kinderen om te verzorgen. Ik heb namelijk 4 kinderen om te verzorgen. Ik heb kleintjes. Sedert mijn wijlen man is overleden in 2011, en op 21 april 2011. Vlak daarna ben ik geconfronteerd. Ik had het al heel erg moeilijk, want deze 2 jongens van me waren heel erg klein. En ze waren baby's. Dus ik had het heel erg moeilijk. En vanaf toen was het begonnen dat mijn eigen broer mij geen huur betaalde. Dus waar ik op dat beetje geld ging rekenen, is dat van me afgenomen. En als dat niet genoeg is, dan spant hij, dan wanneer ik hem op een beleefde manier vraag van waar is mijn huurgeld, ik mocht vanaf het begin dat hij mijn huis heeft gehuurd, mijn perceel niet binnen betreden. Dat hadden we nog niet eens te maken met rechtszaken of dergelijke. Hij had gewoon even vanaf het begin ook, zoals als ik die, dus vanaf het begin heeft hij zelfs kwitanties getekend. Kijk, ik ben degene die dat huis verhuurt. Ik zou je een kwitantie moeten verstrekken, want dat deed ik altijd. Maar de afspraken van huur, verhuur, dat is mondeling gebeurd? Dat is mondeling gebeurd. Okay. Ik heb geen afspraken op papier, nog
van huurovereenkomst nog koopovereenkomst. Kijk, in 2008 ben ik een koopovereenkomst aangegaan. Ik heb degelijk verstand van een koopovereenkomst. Kijk, als verkoper krijg je 3 dagen de kans om na te denken of je inderdaad wil verkopen. Deze meneer heeft me vanaf toen al in januari 2013 mij verplicht om mijn huis voor hem te verhuren. Met leugens dat ik 10.000 US heb genomen bij hem. Terwijl we vanaf toen al dezelfde dag, de volgende dag daarvan al naar de politie zijn geweest. Op Meerzorg. De politie Meerzorg heeft een kleine aantekening gemaakt. Dus ze zijn op de hoogte van dat er geen sprake is van 10.000 US. Want daar moest ik aantonen wat ik bij me had. En het enige wat ik bij me had was mijn huurgeld. En dat geld van mijn huur dat ik er een dag ervoor van hem had ontvangen, dat had ik toevallig ook bij me. En voor de rest had hij iets van een agenda van toen al aan de beambte gewezen. Maar de beambte had hem duidelijk gemaakt van zulke overeenkomsten doe je uitsluitend notarieel. Toch? En eigenlijk, kijk, ik weet best wel heel veel van wet en regels. Hè? Met betrekking tot, laten we op dit afgaan. Met betrekking tot dit, zogenaamde koopovereenkomst, zou ik zeggen dat dit is geen koopovereenkomst. Een koopovereenkomst doe je alleen. Kijk, als hij niet zoveel weet heeft van zaken, dan wil ik hem wel als zusje, mijn lieve broer, even wat de weg wijs maken. Dat koopovereenkomst doe je alleen via de notaris. Het minimale waar je naartoe nog kan gaan, is de makelaar. Is het geen makelaar, dan is het de notaris die een koopovereenkomst moet opstellen. En een koopovereenkomst, als je het aangaat met iemand, dan heeft die persoon 3 dagen de bedenktijd. Toen hij zei dat ik het wil, toen hij me vroeg om het te verkopen, had ik hem gezegd, geef me de tijd om naar huis te gaan en dan ga ik je straks bellen. De hele weg door heeft meneertje gebeld. Toen ik thuis aankwam, ik had het met mijn zoon besproken, want ik heb het op testament op mijn zoon naam gezet. Dus ik moet ook dingen doen in samenspraak met mijn jongen, want hij is al een grote jongen. Bleek dat hij zei van mama, nee, anders gaat hij niets in de toekomst hebben. Toen heb ik, hij belde intussen weer. Ik heb hem gezegd, nee, dat gaat niet door. Toch? Dus als het ware, ik heb niet eens een dag over gedaan om hem duidelijk te maken dat ik het niet voor hem ga verkopen. Want hij zit steeds achter me aan om te verkopen. Toch? Maar in die tussentijd dat hij is bij mij, toen hij me vroeg, en ondertussen was hij al bezig aanvraag te doen. Ik vraag me af, je komt heel erg onbetrouwbaar over. Aanvraag waarover? Over hetzelfde huis en perceel om het op zijn naam te zetten. Maar het is toch van u? Het is geheel van mij. En hij heeft mijn vader ook op de koop toe gebruikt om mij te onterven. Luister, voor degenen die het niet weten en voor hem die onwetend is, wil ik hem wel duidelijk maken dat dit perceel, zoals de oostelijk en westelijk gedeelte, behoort geheel tot mij toe. Ik heb het niet gratis gehad van mijn vader, niet gratis gehad van mijn moeder. Ik moest het inruilen voor het perceel waar mijn moeder en mijn zusje nu is. Dat geheel van mijn moeder en mijn zusje waar mijn moeder nu is op kilometer 13, was geheel van mij. Ik moest dat indertijd hebben moeten inruilen, maar alleen was het mondeling gebeurd. Maar ook al is het mondeling, mijn moeder is op het perceel, daar op kilometer 13. Dus ze kan het niet ontkennen dat we dat perceel hebben verhuurd. Dus mijn ouders hebben als het ware geen enkele zeggenschap meer over dat geheel perceel,
omdat we al een ruilhandel hebben gedaan. Als u dat niet had gedaan, had u vandaag dit probleem dus in feite niet? Nee, natuurlijk, absoluut niet. Als ik dit niet had gedaan, had ik mijn honing al af en had ik zeker meerdere dingen op mijn perceel. Want ik ben tot nu toe tegengehouden om heel wat dingen voor mezelf te doen. Toch? Zelfs dat beetje huur wat ik nodig had ook om mijn kinderen te verzorgen, is van me afgenomen. En zeer pijnlijk is waar ik het juist nodig had. Toch? Dezezelfde broer heb ik in het verleden met een PL-lening geholpen. Is niet om terug te praten, maar als je zo wreed bent om te zeggen, je gaat me nu een boete van 700.000. Voorlopig hoor, nog erbij voorlopig. Waar je niet met relevante stukken kan komen, dan wil je een boete van meer dan 700.000 aanslaan. Waarmee ben je bezig? Want hij zit al iedereen te beloven dat als hij klaar is met het huis en perceel van Kommerwijnen, gaat hij die van Kasaba Olo ook in beslag nemen. Ik vraag me af, waarmee ben je bezig? Toch? Kijk, het is al... Even een vraagje, mevrouw Bianca. Uw broer werkt hiermee. Er zijn twee handtekeningen hier. Welke is volgens hem uw handtekening? Want dit is volgens hem een koopovereenkomst. Is een van deze twee handtekeningen uw handtekening? Geen van beide zijn mijn handtekeningen. Want als ik nu ga zeggen dat het van mij is, dan vraag ik me af, dit heb ik pas in 2014 tevoorschijn gehad. U hebt nooit hierop dus getekend? Ik heb niet daarop getekend. En jullie hebben nooit zo'n afspraak gemaakt? Nee, en daarvoor ben ik naar de forensische afdeling geweest en ik heb ook laten bewijzen. Alleen hebben ze voorlopig geen expert in handtekeningen. Maar die meneer van de forensische afdeling heeft wel een kleine aantekening aangemaakt aan de hand van wat er allemaal dat hier op papier is. Toch? En ik zou zeggen, kijk, is niet dat, kijk, als je niet weet hoe een conservatoorbeslegging, hoe je dat moet aangaan, kijk, het is een moderne tijd. En hij kan me niet zeggen dat ik een huis niet heb verhuurd voor hem met alle faciliteiten. Warm, koud, badkuip, airco in alle kamers, telefoon, zelf gold aansluiting. Kijk, nu is tegenwoordig internet gratis. Toch? Het wordt gratis aangesloten. In der tijd moest ik keihard betalen daarvoor. En die aansluiting is er nog steeds. Want ik ben laatstelijk nog naar Telesuur geweest en naar EBS geweest om te kijken of alle stukken nog op mijn naam staan. Ja. Dat alles is er nog steeds, want hij kan daar niks aan doen. Maar ik bedoel van, ga even op het net googelen en dan ga je kijken hoe je een koopovereenkomst moet aangaan en hoe je ook een conservatoorbeslag moet leggen. Want nu, wanneer, ik bepaal natuurlijk niet wat er daar gebeurt, maar wanneer ik alle stukken bij elkaar haal, kijk, die van mijn moeder bijvoorbeeld en van mijn vader. Althans niet van mijn moeder, want mijn moeder zegt nog steeds dat ze niet heeft meegewerkt. Ik zie uitsluitend alleen mijn vaders handtekening, die van mijn moeder. Mijn moeder zegt, ze weet er niks van. Want mijn moeder weet één ding, we hebben geruild. Hij zegt, alles wat er gebeurt is papa. Toch? En dat vind ik wel vreselijk. Want wanneer ik mijn vader vraag, dan zegt hij, nee, het is mama. Dus ik vraag me af, waar gaan we naartoe? U heeft wel contact met uw vader, met uw ouders? Ja, ik heb contact, maar de laatste tijd heb ik het contact wel verbroken. Ik heb laatst mijn moeder zelf de deur uit moeten jagen, omdat die mevrouw steeds met dingen komt dat niet goed is voor mijn gezin, niet gezond is. Je kan niet achteraf bij mijn man gaan en mijn man gaan vertellen dat ik een andere man heb. Terwijl mijn dochter in een kritische situatie zat in het hospitaal. Dan ga je achteraf mijn man vertellen dat ik een andere man heb. En dan doe je dan ook, mijn oudste zoon hebben ze van school weggehaald. 2 maanden voordat hij examen moest afleggen, zijn ze gekomen omdat mijn zoon bij mijn broer mag werken. Er zal goed voor hem worden gezorgd. En wanneer het aankomt, hoor ik dat mijn jongen achteraf wordt bedreigd met ontslag. Ik heb mijn jongen direct zijn ontslag laten aanvragen. Want jullie proberen mij al te frustreren als familie. Doe dat niet met mijn kinderen. En
ik waak nog steeds voor mijn gezin. Ik ga mijn gezin beschermen. Ik ga mijn kinderen beschermen. Toch? Ook al wat er is, ik val niemand lastig. En daarom vind ik het ook niet leuk om lastig gevallen te worden. In welke fase is nu de rechtszaak? Nu zijn we in principe in de afrondende fase. Want eigenlijk sinds 16 februari 2017 moest eigenlijk de eerste vonnis zijn geschiet. Maar het is verschoven naar 16 december 2017. En ondertussen doet meneertje andere dingen. Toch? En ga even googlen, dan ga je zelf zien dat je met originele en relevante stukken moet komen. En als dat niet het geval is, dan is er 30 dagen de tijd dat ik daarna mijn zegje mag doen. Toch? En ik hoop bij deze dat inderdaad alle stukken worden gelezen en gezien. Zoals men hier schreef in het conservatoorbeslag. Eerst staat er gewoon dat ja, de broer een dat Jerry een mondelinge huurovereenkomst met me is aangegaan. En later staat er gewoon heel dik. Dus dat staat niet zo dik, hè, geschreven. Maar heel dik staat hier geschreven. En dat vind ik heel erg. Dan ga ik het even voorlezen, wat hier heel dik staat. Dus dat van dat hij mijn huur, dat ik een mondelinge huurovereenkomst is aangegaan met hem, heeft hij niet zo dik geschreven. En je moet begrijpen, een conservatoorbeslag wordt per minuut, per uur, per dag aangegaan. Dus de rechter is verplicht gauw een beslissing te nemen. En kijk, hier staat heel dik. Gedaagde sub-A, dus ben ik, heeft nooit in te nemen enige investering gepleegd op het perceel. Is dat waar? Dan vraag ik me af van die persoon die dit heeft opgesteld. Als je eerder hebt aangegeven dat Jerry een mondelinge huurovereenkomst met me is aangegaan. En even later, niet zo ver daarna, schreef je dat ik gedachte A heeft nooit en te nemen enige investering gepleegd op het perceel. Vraag ik me af, is er iets mis? Toch? Want als je al aangeeft dat de tegenpartij mijn huis heeft gehuurd, dat wil zeggen, ik ben de enige echte eigenares. Ik bedoel van, en later hier geeft hij aan dat ik Jerry 700.000 schuldig ben. Voorlopig hoor, voorlopig 700.000. Natuurlijk, dan is het mijn taak om te kijken. Kijk, hij schrijft Jerry heeft zoveel geïnvesteerd op het perceel. Dan is het mijn taak om nu een kijkje te nemen op het huis en perceel. Ik ben er gewoon naartoe gegaan, toch? Want ik ben eerder naar heel wat afdelingen geweest, zoals ROGB. Het staat nimmer en nergens geschreven dat ik het bij mijn huis en perceel mag binnenbetreden. Het staat nergens. Toch? Ik heb gewoon geen huur- nog koopovereenkomst met deze jongen afgesloten. Toch? En met de vorige huurders had ik wel huurovereenkomst gesloten, maar met hem niet. Want mijn zus, Angela van de Franse kant, had me toen al geleerd, Bianca, als je een huurovereenkomst met iemand aangaat, dan dien je te houden daarna. En kijk, zolang die persoon betaalt, mag je het niet afzeggen. Ook al is het verlopen. Toen heb ik gedacht van nee, want in der tijd heeft Jerry al op een listige manier de helft van mijn perceel genomen, waarbij we beide eerlijk gezegd in de gevangenis waren. Toch? De RC van de Graaf, toen was de RC aan de Gravenstraat, nu geheten Henk Aronstraat. Ja. En we waren beide daar voor het gerecht. En daarna heb ik besloten, oké, toen had Jerry nog niets. Toen had ik toch mijn hand gestreken over mijn hart en gezegd van,
oké, laat mij een deel van het perceel geven. Maar wat blijkt nu? Dat meneertje alles wil hebben. Dus er is sprake nu gewoon van hebzucht. Ik heb geen andere benaming voor zo iemand. Toch? En er staat ook duidelijk, want ik ben gaan googlen, hè? Er staat ook duidelijk dat wanneer het aankomt dat meneer Jerry, hoe hij mee dit conservatoorbeslag is aangaan en op onwaarheden berust, toch? Het wordt automatisch weer, heb ik begrepen, weer, ik bedoel, dan wordt het weer veranderd daarbij gelist, dat het weer normaal is, hè? Het wordt ongeldig verklaard, maar daarnaast moet hij ook voor de consequenties staan, want er is een boete daaraan verbonden, toch? En ik die zeker van mijn zaak ben, punt 1, hij komt met stukken die van mijn vader om mij te onterven en waarbij mijn vader we al een ruilhandel hebben gedaan, dat geheelstuk zoals oostelijk en westelijk is eigenlijk van mij, dat is alvast niet geldig, toch? En de beide wet heeft ook een in der tijd een aanvraag gedaan. Ik had er ook moeite mee met de aanvraag, maar toen hebben de mensen van domeinkantoor, van ROGB gezegd, iedereen mag aanvragen, want het is vrij domein. Iedereen mag aanvragen, maar de vraag is wie gaat de beschikking krijgen? En ik noem mezelf niet de gelukkige dat ik de beschikking heb. Het behoort tot mij toe. Het behoort tot mij toe. Toch? Want als het niet van mij was, dan had ik een huis bij jou gehuurd en niet jij bij mij. Toch? Dus ik vraag me af van hoe verder? Dus het afwachten is ergens in de eerste of tweede oktober, van de eerste of tweede week van oktober, want toen dan zal de 30 dagen reeds zijn verstreken. En omtrent de investering van 700.000, luister maar lieve broer, ik heb niets gedaan, ik heb niets gezien dat 700.000 waard is op mijn perceel. Het enige wat ik heb gezien is, nogmaals, mijn huis is in dezelfde staat gebleven. Je hebt gewoon daarachter van mijn plaats als opslagplaats gebruikt. En vergeet niet hè, dat ik, als ik vroeg of laat weer op mijn erf kom, dat ik gravingen ga laten doen. Dat je nogmaals mijn klei terug gaat zetten en alle grof vuil van jou weghalen uit mijn perceel. Dus het is nu als het ware jou aangeraden om alvast je grof vuil uit mijn perceel weg te graven, want je hebt de graafmachine. Haal het weg, want ik ga het alsnog laten doen. En zet mijn klei terug, want een klei is waardevol. Het is duur. Kom niet zogenaamd zand in mensen ogen strooien. Zoals je zand op het erf hebt gegooid. Dan denk je dat je mij voor de gek houdt. Niemand houdt Bianca voor de gek. Niemand. Toch? En als je meer wil weten over hetgeen wat koopovereenkomst betreft en conservatoorbeslaglegging betreft, als je het meer weet van daarvan wil weten, toch? Anders ben je onwetend. Google, daarvoor heb ik gold voor je gezet daar, in dat huis van mij. Toch? Google daarop, dat ga je zien. Dus alles is al daar voor je. Nu heb je alles, nu ben je als het ware een rijke meneer geworden. Dan ben je jouw zusje vergeten, die jou in tijd van nood had geholpen. En nu dat waar je me een hand moet strijken toen mijn man is overleden in 2011, waar je me een handje moet strijken, heb je me dieper in de goot gestoten. Dank je wel. Echt waar, nogmaals bedankt. En alle mensen om zich heen, wanneer je in nood bent, zien ze je niet staan. Toch? Dan gaan ze bij degene, men zegt wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ik heb, denk één ding. Ik ben nu in een periode waar ik ga zeggen van, ik ben een christen. Je komt heel wat tegenslagen tegen. Je komt heel wat stribbelingen tegen. En dit moet je zien, ik zie dit als een soort uitdaging om sterker te worden. Want niemand maakt mij op deze manier zwak. Toch? Het is een proces. Ik ben in een proces waar ik sterker moet worden. En ik ben er sterk van. En ik sta tot dat de rechter gaat uitspreken wat het wordt. En al word ik benadeeld, want ik heb geen andere woorden hiervoor, als word ik benadeeld, dan ga ik je toch nog laten zien wie de enige en de echte eigenaar is van
dat huis. Want zo ga je niet om met je eigen zusje. Nee. Toch? Waarom? Waarvoor verdien ik dit? Waarvoor? Ik verdien dit niet. Nee, absoluut niet. Toch? En voor de rest, ik zie wel. Ik moet een ieder nog bedanken die naar me heeft geluisterd. En natuurlijk vraag ik ook adviezen. En als jullie adviezen via TBN Prime Alert kan geven, dan neem ik alle adviezen mee. Want ik heb van nu naar tweede week of derde week van oktober de kans om mijn zaken recht te trekken. Toch? En tot nu toe weet ik dat ik alle relevante stukken heb en ik ben niet bang voor niets. Het enige wat ik erg vind, ik ben al sedert 2013 en we zijn nu al zoveel jaren verder, 2017, opgehouden. De vierde dag van de trainingen vanuit Senasu, die handelen over het onderwerp hygiëne. Hierover is er dan vandaag gesproken met de participerende leerkrachten. Zij hebben voor wat het onderwerp hygiëne aangaat, dat ook middels geleerd door spelletjes. En we spraken hierover met mevrouw Daniela Rosario, directeur van Senasu, die toch wel vertelt over dag 4. En met een van de participerende leerkrachten, dat is Ruth Tirto Semito, die toch wel vol enthousiasme vertelt hoe zij de afgelopen trainingsdagen heeft ervaren. We voeren nu naar dit verslag. Daniela Rosario, directeur van Senasu, vandaag dag 4 van de trainingen. Waarover gaan de trainingen van vandaag? Vandaag gaan de training over het vakgebied OJW, natuurwetenschappen. En dat houdt in dat we dus hebben over oriënteren op jezelf en de wereld. Waarbij dus kinderen worden geleerd op eigenlijk te kijken wat om hen heen gebeurt. Niet alleen in het land, maar ook in de wereld. En een beetje natuuronderwijs. Doe je dat staven middels een voorbeeld? Dus we hebben gesproken over, vandaag hebben we het gehad over gekoppeld aan gezonde voeding. Hebben we gesproken over hygiëne. En zoals je weet willen we dus de kinderen leren dat het dus goed is om je handen te wassen bij het gebruik van, voor als je naar van het toilet komt, maar ook voordat je gaat eten. Maar dat je ook alles schoon moet hebben in je eigen directe omgeving. Maar dat je ook los van je eigen omgeving, ook de omgeving van waar je bent, de school, het schoolerf, maar ook de straat, schoon houdt. En hoe kan de leerkracht dit implementeren in haar les? Op verschillende manieren. Wij hebben het overwegend gedaan met de spelvormen. Maar vanmorgen hebben we het gedaan met kijken van welke omgevingen komt dat kind terecht. En als we beginnen met handen wassen. Als je naar het toilet gaat, moet je handen wassen. Maar ook als je 's morgens opstaat, moet je gaan baden. En dan begint het met hoe baad ik, hoe moet ik mezelf wassen, maar ook hoe ik mijn tanden moet poetsen. En dat zijn allemaal onderwerpen die voorkomen binnen de gezondheid. En dan een stukje hygiëne die daarbij een rol speelt. Ik kan me nog heugen dat, als ik dat misschien zelf als voorbeeld kan aankaarten, toen wij zelf nog op de basisschool zaten, hygiëne heel belangrijk was. De leerkracht die liep letterlijk per leerling rond om te kijken, geen lange nagels, haren netjes geknipt. Gebeurt dat nog steeds op school? Ja, dat gebeurt nog steeds. Dat er wordt gekeken naar eigenlijk de persoonlijke hygiëne. Maar voornamelijk is het vanuit de ouder die daarop gelet wordt. Maar je weet hoe dan ook, kinderen zijn kinderen. Ze maken zich vuil. Maar wordt gelet bijvoorbeeld dat je niet te lange nagels hebt. Dat ze schoon zijn. De haren netjes gekamd. Dat het haar niet zuur ruikt. Maar dat je ook gebaat bent. En met name de iets oudere kinderen. Dat ze dus beginnen te zweten. En daarom zegt men van niet rennen op het schoolerf. Omdat je kan gaan zweten. En als je dus gaat zweten, dan kan je een geurtje hebben. Afhankelijk van de voeding die je hebt gebruikt, kan je dus een bepaalde geur hebben. En dat men zegt, oké, dan moet je poederen, want je bent nog te jong om deodorant te zetten. Maar dus dat soort dingen. En daar zit een stukje hygiëne achter. Ik zie dat spelletje, welke de leerkrachten nu spelen, is zelf gemaakt op karton en zo. Is het de bedoeling dat jullie dat met expres hebben gedaan, zodat de leerkrachten dat ook bijvoorbeeld kan doen met haar leerlingen? Ja. Kijk, we kunnen educatief materiaal aanschaffen, maar dat is heel duur.
Dus wat proberen we zoveel als mogelijk te doen? Om de leerkrachten te laten zien dat je met eigen middelen, met papier, met lijm, karton, toch niet soms ook restmateriaal, zelf de tekeningen kan maken, zelf de spelletjes kan maken, zelf uitknippen. En soms kan je het doen met je leerlingen. Het spel dat ze spelen is dus het hygiënespel dat ze zelf hebben gemaakt, waar dus eigenlijk in de vorm van een ganzenbord eigenlijk vragen worden gesteld en opdrachten worden gegeven van wat moet je doen. En zo op die manier kan de leerkracht zelf met heel weinig middelen eigenlijk zelf de spelletjes maken. Vragen betrekking hebben op hygiëne niet meer kan? Ja. Vandaag is dus een thema. Vanuit de gezonde voeding hebben we voor vandaag binnen OJW gekozen voor het thema hygiëne. Ik merk vandaag ook een kleinere groep. Ik weet niet als men nu, ik denk dat het de laatste dagen zijn aan de vakantie toe, naar het nieuwe schooljaar toe. Dus ik denk dat de leerkrachten die er waren de afgelopen dagen misschien nog even andere dingen doen. Maar ik denk dat morgen hebben we rekenen en ik verwacht dat we dus meer mensen zullen hebben bij rekenen. Met de tools welke ze nu hebben gehad, mevrouw Rosario, waartoe zullen ze in staat zijn vanaf 2 oktober? Ik denk dat ze hebben geleerd dat ze op heel creatieve wijze eigenlijk de leerstof kunnen toetsen bij hun leerlingen. Op een heel creatieve, een ontspannen en creatieve manier. Mevrouw Rut Tirto Semito, u bent een van de leerkrachten die bij kans alle dagen heeft geparticipeerd aan de trainingen vanuit SINASU. Hoe heeft u de trainingen tot nu toe ervaren? Interessant, het is boeiend. Het is eigenlijk nodig voor mij natuurlijk, want vooral voor de studenten die pas geslaagd zijn. We weten niet echt wat we moeten doen of we denken dat we weten, maar we weten niet echt hoe het systeem op een school is. Dus dan moeten we sowieso leren. Echt leren. Want we hebben natuurlijk gevolgd op de schoolbanken, maar we moeten ook ervaring opbouwen. Vooral voor degenen die pas geslaagd zijn, want dat ben ik ook zelf. Maar natuurlijk geen nieuwe leerkracht, maar echt een oud systeem. Dus ik weet het niet. Ik weet niet hoe het toe gaat. Dus ik vind het goed en ik leer veel. En natuurlijk moet ik ook mijn informatie en mijn kennis overdragen aan de kinderen. Dus ik vind het top. Bent u reeds geplaatst op een school? Jawel. Mm-hmm. Op La Vigilancia is een islamitische school. En natuurlijk maak je ook veel dingen mee, maar het is leuk. Het wordt uw eerste leerjaar op school? Nee, dat wordt mijn tweede leerjaar. Oké. Okay. Ja. Nu, als er een probleem is, bijvoorbeeld, welk vak verzorgt u? U kunt zeggen, ik geef alles. Oh, je zit in één klas. U bent de klassenjuf dus? Nee, je kunt zeggen een reserveleerkracht. Okay. Ik help de klassenjuf, okay. Omdat... We hebben een grote klas, 42 leerlingen. En het is niet gemakkelijk, dat kan ik alvast zeggen. Ja. Stel, de leerlingen hebben een probleem nu. Mm-hmm. Met nu de tools welke u hebt gehad. Hoe gaat u dat kunnen aanpakken nu bijvoorbeeld? Ik kan met mijn klassenjuf erover praten. Dan gaan wij dan samen kijken welke strategieën wij kunnen gebruiken. En dan gaan wij dan de een van de leerlingen roepen. Eén voor één kunnen we dan bezig zijn. Ja, dat. Ja, kunt u dat ook doen middels spelletjes bij u op school? Helemaal, want kinderen, ze houden van spelen. En dit past echt in hun levensweer. Bijvoorbeeld, mens erger je niet. Of memory. Je weet, kinderen zijn heel goed daarin. Dus het is goed en ik vind het prima. Want ik zelf heb ook een kind, dus dan moet ik echt hard werken. Ja. Ja. En de klassenjuf, met wie u de klas deelt, is ook bij de training? Nee, helaas niet. Maar natuurlijk moet ik daar ook zeggen hoe het was. En natuurlijk... We kregen ook bijvoorbeeld een handleiding en dat moet ik met haar delen. Oké. Okay. Ja. Maar u zegt, dit is geen verloren dagen voor u geweest? Nee, ik ben vanaf donderdag, ja. Vanaf donderdag was ik er, ja. En u hebt er heel veel op gestoken? Ja, tuurlijk. Echt. De politie van Santo Dorp kreeg in de avond van 19 september van dit jaar via de centrale meldkamer de melding dat er zich een slachtoffer met een steekverwonding in zijn rug in het resort bevond. Daar aangekomen is gebleken dat het slachtoffer, de 15-jarige Chesron B., met enkele buurtjongens heeft gevoetbald. Tijdens het spel ontstond er een woordenwisseling tussen Chesron en zijn leeftijdsgenoot, Demensio P.
Na afloop bracht de mensio met een scherp voorwerp, Chesron, 2 steken toe in zijn rug en borst. Per eigen gelegenheid is het slachtoffer afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter verpleging is opgenomen. De 15-jarige Demensio is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het scherp voorwerp is eveneens in beslag genomen. De verdachte is na zijn voorgeleiding in overleg met een lid van het OM vanwege zijn jeugdige leeftijd ingesloten in het jeugdcellenhuis in het Opadouli doorgangscentrum. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van jeugdzaken. Dit was TBN Prime Alert van maandag 25 september 2017. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan op tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.